Wij gaan vandaag samen reageren op mijn allereerste Victory Royale ooit in Fortnite. Deze video waar we op reageren is 4 jaar oud. Dat was echt ziek lang geleden. Maar heb je hier nou zin in? Laat dan even een blauw duimpje omhoog achter. En abonneer op mijn kanaal met dat belletje aan, zodat jij niks mist van mijn uploads. En misschien wel morgen als allereerste een like kan achterlaten op een nieuwe video. Ik geef nieuwe abonnees ook altijd een shout-out. Dus vandaag wil ik deze mensen even heel erg bedanken voor het abonneren. Dikke SO naar jullie. En vergeet even niet mijn supporter creator code OMAKADESCHESTER te gebruiken in de Fortnite item shop. Dan gaan we nu gewoon de video op. Zoeken dames en heren die 4 jaar lang oud is met mijn allereerste win. En dan gaan wij daar gewoon samen op reageren. Dus let's go. Zijn jullie er ready voor? Zoals je kan zien staat de video hier open waar wij dus op gaan reageren, jongens en meisjes. Ik heb er echt super veel zin in. Dit is dus de Chesto 4 jaar geleden. Maar laten we gewoon beginnen. Ik zou jullie zien Fortnite. Want op dit moment is Fortnite natuurlijk echt een super chille Klopt. Game om te spelen. Dus Fortnite ging toen zo hard al op mijn kanaal. Aan de likes, aan de views, dat jullie deze game ook echt super leuk vinden. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor de support natuurlijk. Op nu ook moment. Dames en heren, ik wil jullie nu ook nog steeds bedanken voor de support op mijn kanaal. In een potje Battle Royale namelijk eerst te worden. En ik check eerst even of er iemand bij me is. Er is maar één iemand hier bij me. Ik ga natuurlijk landen in Anarchy Acres. Ik heb nog steeds niet de umbrella in dit moment. Want ja, ik ga nu dus mijn eerste win halen. Dus meer. Maar we gaan gewoon kijken of we dit goed kunnen gaan doen. Mocht dit nu nou leuk vinden. Anarchy was echt mijn plek, jongens. Anarchy was echt mijn plek. Ik land daar zo vaak. Dan help je mij natuurlijk echt enorm. Ben dan nog niet geabonneerd. Kijk eens aan. Groene tactical. Blauwe tactical. Dit is lekker, jongens. Dit is lekker. Dit is zeker lekker. We ons in ieder geval verdedigen. Kijk, we hebben hier dus een 6. Kijk eens aan. Oh mijn god, een blauwe AR erbij. Bijna niks uit, behalve lekker een goede AR. Hoeveel geluk had ik hier, maat? Op dit moment is de loot best oké. Best oké. Dit was gewoon perfect voor toen de tijd in Fortnite. Alright, jongens. We hebben dus nog 3 minuten de tijd. Ik zit even te luisteren, want er waren niet heel veel mensen hier in de buurt. Even een potion drinken. Kijk eens aan, big potje. Meer health, voor de mensen die het nog niet weten. Dat is natuurlijk super, super mooi. Waarom? Als je dan geraakt wordt, heb je minder snel de kans om dood te gaan. Ja, dat klopt. Dat zeg ik allemaal goed, zeg jongen. Dat zeg ik dit allemaal goed. Wauw. Nog eventjes wachten met naar de safe zone gaan. Je kan ook horen dat ik daar nog heel anders in mijn video's praat dan nu. Veel rustiger, ik was daar veel zenuwachtiger voor een video. Maar ik wil even ruimte gaan maken, dat moet ik eventjes zo doen. Even alles in. Oh mijn god, kijk het citeren. Of hoe zeg je dat? Je inventory. Rangschikken. Zo ben ik inderdaad. Oh mijn god. We moeten dus een klein stukje lopen. Ik loop wel een beetje om. Want er waren nou niet daadwerkelijk heel veel mensen in dit stadje. Dus ja, dan moeten we nog wel altijd gewoon. Energie, bijna mensen? Oh. Daarom bedoel ik dit. Oh mijn god, kijk die aim. Hoppatee! Deal nummer 1! Je moet dus altijd op jude blijven, want op dit moment is heel mijn shield gewoon helemaal weg. Ja, ja, 17% heb ik nog chest. Ik heb nog maar 17% youth. Maar hier had je dus nog geen aim assist. Je had hier nog geen aim assist in de game als je op controller speelde. Oh, we hebben een nieuw shield daar zo. Oh, ligt naar een Big Pot. Kijk hoe de Big Pot er daar ook uitziet. Het lijkt op zo'n snowball. Het ziet er totaal niet uit als een item die rare is, want ja, ik kan die ook niet bouwen voor mij. Wat doe ik allemaal? Wat doe ik allemaal, bro? Bouw hem dan zo. Ja, bouw hem zo, dan kan ik het nog op. Even deze shoot drinken, dan hebben we ook weer meer shoot. Het gaat lekker, jongens. Het gaat lekker. Ik wil gewoon Precies. zo snel mogelijk proberen een keer eerste te worden in zo'n potje. Het dat gaat vandaag gebeuren, Chester. Het gaat om de techniek die je hebt in deze game. Dus ja, ik wil eigenlijk dit startje ook vermijden. Maar volgens mij, ik weet niet zeker, daar heb ik even jullie hulp bij nodig. Volgens mij is dit startje nieuw toegevoegd in Fortnite. Want dit was er is eerst dat zo? Dit was er eerst nog niet. Was de Tomato Town nog niet gelijk van het begin af aan in Fortnite? I don't know precies, man. Laat het weten in de comments. Ik vroeg het daar ook. En gewoon wel goed blijven opletten natuurlijk. Dat is de bedoeling in deze game. Anders ga je niet lang overleven. Kijk, want ik zie daar ook alweer een nieuwe shoot. Oh, er ligt daar gewoon nog een shoot. Dat is natuurlijk echt super. Maar ook echt super chill. Waarom? Dan hebben we natuurlijk 100% shoot. Oh mijn god, wat lekker zeg. Wel goed kijken dat er niemand aankomt. Want anders hebben we alsnog niks aan die shoot. Wat is dit lekker? Ik had gewoon 100-100. We kunnen weer verder. Dat was best rare toen. Moeten we wel uitkijken dat er niemand hier zit. Ik hoor een chest hier beneden. Ik ga maar even voor die chest kijken. Waar zit je? Oh, er zit iemand! Holy damn, kijk dan! Lekker man. Ja, hij heeft een scar. Daar ben ik heel blij mee. Meenemen. Oh mijn god, dan drop je een blauwe AR. Ik laat ook een pot liggen. De bandages weg. Pak alsjeblieft die big pot op, Chesto. Alsjeblieft. Dan pak ik nog eventjes dit. Kom op, pak die big pot op en oh mijn god. Ook nog even wat ammo erbij. Wat doe ik? We hebben een scar, jongens. Blijer kan je mij niet maken met een scar. Wat doe ik? Ik doe een blauwe tactical droppen. Ik laat een big pot liggen. En ik neem dan een blauwe AR mee. Helemaal klaar. Ik heb natuurlijk 100% top. Iemand. Echt. Oh mijn god, Chester, wat doe je? Wat doe je? Hoge perspectief waar we natuurlijk kunnen zitten. Ja, screw dat daar zo. We lopen gewoon lekker door.
Er zijn nog maar 34 mensen over. Wat was ik een oud... We zijn weer lekker bezig, guys. We zijn lekker bezig. Over 15 wat seconden was ik een debiel? Nieuwe even gebied. Serieus. Kijk, dit stuk, dat haat ik zo, jongen. Dit stuk, daar zit altijd iemand te campen. Dat is wel zo, daar zat altijd iemand te campen. Ik ben zo flabbergast dat ik zo shit was dat ik een big bot had liggen en een blauwe tag. Dan naar de andere kant moeten. Ik kon hier ook gewoon dubbelpumpen, maar dat wist toen nog niemand. Maar oh my god, jongens, ik voel me zo shit. Ik wil er wel omheen lopen. Oprecht, waarom heb ik dit gedaan? Ik wil er wel eigenlijk wel omheen gaan lopen, want ik weet dat daar mensen uit gaan pushen. Ja. Ik ga er wel als een baasje eventjes zo helemaal omheen lopen. Oké, dus ik ga helemaal omlopen om vervolgens naar Rito Rood te lopen om de safe zone te halen. Omdat ik niet daar doorheen durf. Ik wil nog wel mijn eerste win halen, oké? Laat mij. Zo lekker bezig. Kijk eens aan. Mooi Steve Meyer, oh my god. Ik wil wel echt de lul aan me zeggen. Ja, je kon daar niet in rennen, klopt. Hup, bouwen. Je zit bijna in de safe zone, ik heb nog 50 seconden ongeveer. Dat iemand hierboven moorden. Is niet zo. Blijf op dit moment gewoon eventjes hier wachten, jongens. De bush. Ik hoop dat er dadelijk iemand langs pusht. Er zijn nog maar met 13 mensen over, guys. Ik heb een gevoel dat dit goed kan komen. We hebben een scar. Had ik vorige keer ook. Ben ik ook gekild. Dat gaat deze. Je had ook een big pot kunnen hebben. Je had een blauwe tactical kunnen hebben. Hij mij wel ziet. Stupid, Chess. Je bent echt dom. Dat denk ik. Ik ben echt dom. Door. Gewoon just to be sure dat hij me niet kan raken. Chess van 4 jaar geleden. Je bent echt achterlijk. Als hij heeft en niet kan raken schieten, is dat weer een opzicht, een voordeel voor mij. Waarom? Ik kan wel redelijk goed snipen, al zeg ik het zelf. Okay. En ik moet nog snipen hebben. Daar ben ik iets meer tevreden mee dan een scar. Waarom in een sniper ben je toch net iets overpowerder dan zonder. Dat zeg ik allemaal. Ik heb liever een sniper dan een scar. Snipen. Echt. Ik kan beter mijn mond houden. Wel iemand die goed kan snipen. Je weet het niet. Dat is het probleem. God. 10 mensen over, jongens. Weer een top 10 te pakken. Precies. Maar ja. Wat ik hier allemaal gezegd heb, dames en heren, distancieer ik mij ver van. Want ik heb ver. Nog wat dingen, dus ik kan niet echt heel ver of zo. Maar goed. Ik kan er niet meer van maken als het 4 jaar geleden is, maar goed. Ik denk dat er daar sowieso mensen zijn. Oh, okay. Ik heb ook bijna geen hout, dus ik kan zelf ook heel weinig bouwen. Dat ik zit moeilijk. Campen, jongen! Ik heb geen RPG, dus ik kan het niet kapot schieten. Struggles, guys, struggles. Oh, komt daar een drop? Is die drop op de grond? Drops zijn er nog niet op de minimap toe. Als het goed is. Zo, ik zit hier wel heel smerig, hoor. Holy shit. Fijn dat je het zelf toegeeft, Chess. Hey. Drop op, pak. Fijn dat je zelf toegeeft dat ik aan het campen ben. Top. I know. Dat wordt niet op mij. Ik weet het, jongens en meisjes, maar ik wilde die win gewoon. Ik heb 2 kills. Dan weten we dat daar iemand zit, dan hoop ik dat hij hierheen pusht. Dit is best wel spannend. Moet ik jezelf toegeven, maar het gaat weer wat sneller kloppen op dit moment. Dit zijn potjes die je wil hebben. Ik zit hier heel smerig, dat blijf ik wel volhouden. Maar ja, dat is Fortnite. Zo speel je Fortnite. Nou, zo speel je geen Fortnite, zo speelde ik Fortnite. Ik wilde gewoon die win pakken. Als ik nu een snipe had, had ik hem laat mij weten. Gehad. Maar ik durf niet te gaan knallen. Oh? Kijk, hij wordt dan wordt toch wel geknald? Hij wordt al beschoten door deze berg. Top, knal elkaar lekker af. Ik zweer het je, doe dat lekker. Oh, er is iemand bij die drop. Er zit iemand daar. Ik zag iemand daar 100% lopen. Maar zag ik iemand? Kan niet zijn dat dat niemand is. Maar ik denk dat niemand hem durft te pakken. Dat maakte zo'n herrie toen. Iedereen wist dan natuurlijk gelijk dat je bij de drop zat. Je moet wel lopen voor de safe zone, kijk maar. Ik moet onder mijn boompje vandaan. Ja. Ik eventjes bij mijn boompje zitten totdat de storm mij echt om me afkomt. Want iedereen moet daar weg. Oh, wacht. Huh? Oh, er staat daar gewoon iemand. Kijk, er staat daar gewoon iemand. 2 mensen staan daar. Waarom schiet ik niet door? Ik had 37 white op hem gedaan, letterlijk, en ik schiet niet door. Wat doe je allemaal? Nu dan? Ook niet. Wel. Waar is die guy? Er loopt daar iemand. Ga ik hem killen? Ik schiet alles mis. Broer, wat ben ik allemaal aan het doen? Even serieus. Daar omhoog komen, er komt daar een nieuwe drop. Knal elkaar daar lekker af, jongens. Knal 4 mensen nog over. Doe het maar. Maar waar? Oké, ik heb die drop niet pakken. Oh mijn god, daar zit iemand. Kijk hoe de emen ging. Kijk, oh, er zit nog iemand. Oh, er zit iemand in een lijve build. Zo, oh, je had niet maar die big pot meegenomen. Had ik niet maar die big pot. We hadden 2 anderen in de map. Sniper daar? Sniper maar. Oh mijn god, ik drop mijn enige shotgun, hè. Mijn enige shotgun die daar ligt, drop ik. Oh, wordt kaart gehit. Maat, get on! Kom aan! Oh, die sniper was heerlijk! Gebruik GG. Die oh my god, healthkit, medkit innemen. Er is nog 1-1 situatie, maar ik heb mijn enige shotgun gedropt. Ik heb geen shield meer. Het gaat er nu echt op aankomen. Ik had een big pot kunnen hebben. Oh, die heb ik laten liggen, dat was mijn eigen schuld. Oh, die heb ik niet doorgepakt. Hij zit daar voor me. Snipe hem, Jess, kom op. Komt die dan? Oh, ik schiet over hem heen. Ik schiet over hem heen. No way. Oh, nog een keer mis. Oh nee. Met mijn scar, nu dan. Kom op, Jess. Dit gaat hem worden. 37 damage op hem.
Kom op, kijk hoeveel ik misschiet. Ik schiet toch echt volgens mijn ding gewoon raak. Ik weet niet wat dit is. Oh, ik krijg gewoon meer spanning. Nog een 37, nog een keer 37. Kom op. Oh mijn god, ik ben 30 HP, joh. Nee, kom op, Jess. De muziek komt door. Ik heb geen shotgun meer, dus ik moet wel met een AR doen. Sniper, groene AR. Komt die. Yes, kom aan. Ik was zo blij. Oh my god, een live victory royale, jongens. Kom aan. Bam, we did it. Yes. Holy shit, ik had het gevoel, man. We hebben het gewoon gedaan. We hebben live een potje Battle Royale gewonnen. Wat was dit top, dames en heren. Oh mijn god, wat was dit lui om naar te kijken, dude. Oh, mijn allereerste victory royale ooit in Fortnite. Geen idee hoeveel ik er nu in totaal heb. In ieder geval veel meer dan toen. Oh mijn god, jongens en meisjes. Wauw, wauw, wauw. Vond je het nou leuk om naar te kijken? En heb je nog geen like achtergelaten? Laat die like achter. Abonneer ook even op mijn kanaal om niks te missen. Vergeet ook even niet een van deze twee video's aan deze kant hier te bekijken. En dan zie ik jullie morgen om 6:30 gewoon weer bij een gloednieuwe video op mijn kanaal. Dus tot dan, dames en heren. Later.